de koegen van het verbod. Nee, daar was hij. En die zei: Beert was mijn. Ons is onder vuur gekomen op patrouille. En die was van ons stel om te lijden, maar hij wist de babbelas. Die zei ik niet. En de stuk geschiet is. Nee, teer. En dus toen Andy me gered had, mij naar veiligheid gesleept had. Hij had altijd schuldig gevoel omdat ik een spitsman was die dag, maar waarheid is, dat die koel was die beste ding wat ooit met mij kon gebeuren. Dit het mij huis toegebring. Door die koel heb ik jou ma in het hospitaal ontmoet. En als gevolg van die koel was ik bij die huis toen Andy kwijt toe ontplooi is. Goed dat hij daar gezien het was erger als enig iets wat ik doorgemaakt had. Hij heeft me net van die koel gered nie. Hij heeft me ook die verskrikkings gespaar waarmee hij elke dag van zijn leven moest samenleven. Dus kom ik altijd daar wel wees van. Omdat hij die daai ondervinding gegaan het zonder mij. Hij was een ander mens toen hij terugkom het. En die skuld daaroor het my opgevreed. Want die waarheid is, ek was bly. Diep in my hart was ek bly dat die ergste van die ergste met hom gebeur het. Nie met my. Sukkel.